Kolen. Een paar jaar bij Heracles gespeeld, behoorlijk wat aantal jaren, 150 wedstrijden geloof ik. Kijk je terug op die tijd? Ja, het was een geweldige tijd. Ik ben begonnen bij Go Ahead Eagles, waar ik mijn eerste jaren als profspeler heb mogen meemaken. Nou, bij de degradatie van die club ben ik bij Heracles Almelo terechtgekomen. Ja, en enorm goed gevoel aan overgehouden. En al de jaren die ik er heb gezeten, 6 jaar als speler, een aantal jaren als coach. Ja, dat heeft wat dat betreft echt wel een speciaal hart gekregen, voor mij, een speciaal plekje. Dus ik heb absoluut wel hart voor Heracles. Hart voor Heracles. Heb je nog een hoogtepunt uit die tijd? Ja, nou, onze hoogtepunten zaten eigenlijk in het behalen van na-competities. Zelden dat we echt meespeelden om directe promotie, maar de na-competitiewedstrijden en het kwalificeren daarvoor. Dat zag ik eigenlijk als de hoofdmomenten voor mij bij Heracles Almelo. Uiteindelijk natuurlijk, je zoekt allemaal naar een transfer die je graag wil laten plaatsvinden. Nou, door mijn goede presteren bij Heracles Almelo, met name in de laatste jaren, is uiteindelijk een transfer plaatsgevonden naar AZ, destijds AZ, inmiddels AZ Alkmaar. Ja, dat zag ik wel als een hoogtepunt. Een beloning van bij een mooie club hebben kunnen werken, die me de kans heeft geboden om de volgende stap te maken naar een nog betere club. Dus dat was voor mij absoluut wel een hoogtepunt. Ja, tegenwoordig werk je als hoofdjeugdopleiding bij PEC Zwolle. Herken je in deze club veel van Heracles? Ja, er zitten wel aardig wat overeenkomsten. Het is gemoedelijk. Ik wil niet zeggen dat het bij andere clubs niet zo is, maar dat herken je wel. Het gedrag van mensen zitten wel aardige overeenkomsten bij. En in ieder geval het gevoel wat bij mij teruggekomen is van lekker met veel mensen kunnen samenwerken en gezamenlijk iets naar iets toewerken en dingen met elkaar delen. Dat voelt goed. En dat stralen ook de spelers bij PEC Zwolle uit. Hè. Bijvoorbeeld al een aantal momenten per week. Dan lunchen ook met z'n allen samen. En samen is echt wel een woord wat hier heel vaak terugkomt. En dat herken ik ook in de tijd dat ik destijds bij Heracles Almelo werkte. Als speler en ook in de tijd als coach. Dat dingen samen doen echt ook iets is waar je dagelijks mee geconfronteerd wordt. Zo af en toe kom je nog wel eens in Almelo. Is er veel veranderd bij die club? Als buitenstaander? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben zelf alleen maar daar geweest in de tijd van de Boornsestraat. Ik heb niet de overgang naar het nieuwe stadion meegemaakt. Maar nog steeds zie je heel veel dezelfde mensen en dezelfde gezichten. En nog steeds heb ik wel hetzelfde warme gevoel als ik bij de club binnenkom. 4 BVO's in de provincie. Is dat bijten soms elkaar ook niet? Dat je in dezelfde vijver vist? Ja, wel aan niet denk ik. Ik denk dat het uiteindelijk dat wel zichzelf selecteert. Ik heb bij in principe alle clubs gewerkt. En iedereen heeft zijn achtergrond en wat bij die club hoort. Zo zal het altijd zo zijn dat op dit moment nog steeds de grootste club FC Twente is. Die werken met hun budget en hun mogelijkheden. PEC Zwolle, Go Ahead Eagles en Heracles, die zitten wat dichter bij elkaar. De toekomst zal het uitwijzen, maar wat ik zeg, ik denk dat het hartstikke mooi is dat 4 van dit soort clubs in deze regio zijn. En daar heb je altijd wel wat nadelen van, maar ik zie op dit moment eigenlijk alleen de voordelen en ik vind het geweldig. De voetbalprovincie bij uitstek. Ja, ik denk dat we daar gewoon hartstikke trots op mogen zijn. En het zijn toch speciale wedstrijden ook voor de mensen uit onze omgeving. Ja, daar kijk je toch naar uit. Dat zijn derbies. En ook die zijn hartstikke belangrijk voor coaches en voor spelers uiteraard. En voor alle supporters. Dus ja, laten we het voorlopig zo houden en laten we er alles aan doen. Dat hoop ik tenminste, dat alle clubs gewoon in de Eredivisie blijven zitten.